Reizigers hielden hun hart vast, want ProRail liet vandaag weten dat het wellicht 3 tot 4 weken zou gaan duren voordat de dassen onder het spoor vandaan gehaald zouden worden. Maar jij hebt gebeld met de minister vandaag, minister van de Wal. En ja. Ik kreeg meteen een appje terug. We gaan ermee bezig. We zijn ermee bezig. En de druk wordt ook opgevoerd om die ontheffing zo snel mogelijk te geven. Want mensen vergeten het wel, maar een dwingende reden van groot openbaar belang is voldoende om in te grijpen. En zeker als er risico voor mensen bestaat, en dat bestaat bij goederenverkeer, wat van de teluut af kan donderen, treinen die kunnen ontsporen, tot en met auto's die door het wegdek zakken. Je zult in de infrastructuur het vrij moeten houden van dassen. Dat roepen we al jaren. Ja. Omdat we weten hoe die beesten zijn. En dan kun je ze niet kwalijk nemen. Het zijn gravers, ze zien aan die klauwen. Ze graven binnen de kortste keer kubus grond onder dat teluut vandaan. En dan is het onbetrouwbaar. Ja. En je moet er toch niet aan denken, ook niet voor de das in eigen belang, dat dat een keer misgaat. Want dan wordt het hem een eeuw lang gedragen. En dan is al het werk voor niks geweest, waarin die populatie heel langzaam weer opgeklommen is. Dus ik ben daar misschien wat hard in. Maar ik denk aan de andere kant, wij houden ook infrastructuur tegen in de natuur. Want daar is de natuur. Ja. Andersom moet het ook. We gaan het straks nog uitgebreid over hebben. Maar wat gaat het proces nu versnellen? Wat heeft het ministerie Nou, die ontheffing is nodig voor ProRail om te mogen handelen. Ja, en die ontheffing was er niet, die vergunning? Nee, ze waren bang dat dat weken ging duren. En dan om denk die ontheffing ik, te krijgen? Precies. Ja. En het is toch wel evident dat je hier moet ingrijpen. Je kunt er niet al die reizigers met bussen. We hebben niet eens genoeg chauffeurs voor die bussen. Het gaat niet. Nee. En het is negatief voor de DAS ook. Het geeft negatieve publiciteit. Ja, en dan moet je ingrijpen. Dus wat verwacht jij? Hoe snel zullen ze nu kunnen gaan beginnen? Ik hoop dat binnen een week weer treinen kunnen rijden. Dat ook. Maar ik weet van de techniek wat je daarna moet herstellen, te weinig. Ik weet hoe ik die dassen eruit kan krijgen. Nee, want hoe gaat dat? Hoe krijg je die dassen? Ja, dat betekent dat je gaat. Nu ga je graven. Er moet sowieso helemaal van de plek gegraven worden om te zien hoe groot de schade is en het weer te kunnen herstellen. Ondertussen kom je ze tegen. Dan worden ze al of niet meteen meegenomen en verdoofd. Of we laten ze onder een deken liggen tot ze zelf wegkruipen en een andere plek gaan zoeken. Maar uiteindelijk wordt die plek met gaas dichtgemaakt en wordt dat gebied hersteld. Kijk, een beetje wegpesten, mag ik het zo zeggen? Ja, en ik zei verjagen, want nu denkt iedereen dat we ze lokken. Daar is geen tijd voor. Jagen, niet zo jagen, maar je maakt het zo onaantrekbaar als ze nu zijn. En dat kan op allerlei manieren, ga ik je niet vertellen, anders gaan verkeerde mensen het ook doen. Maar er zijn technieken waarmee je dassen tot andere gedachten kan maar brengen. Maar het lastige is dat ze nu kleintjes hebben. Ja, dat is heel vervelend, maar ook daar kan ik niks aan doen. Ik bedoel, wij hebben dit al jaren geleden aangegeven. Nu wordt de actie ondernomen en is er acuut instortingsgevaar. Ga ik niet intreden. Ik neem aan dat ze dat goed hebben beoordeeld. Ja, en dan kun je niet zeggen, we gaan tot je juni wijst naar Pier. Dat terreindeskunde. Speelde dat in jouw tijd ook al? Nou, ik heb begrepen dat er al brieven geschreven werden in die tijd. Ik heb ze zelf nooit gelezen, maar vaak is het wel zo. Op het spoor, als je of aan het verbouwen bent of nieuw aan het aanleggen en je komt iets tegen, dat het dan van de natuur dat het lang kan duren voordat je ontheffing of toestemming krijgt. En vaak moet het zo oplopen. En die situatie is nu zo, de crisis is nu zo groot, dat er plotseling ook snel vergunningen kunnen worden gegeven.